Arjan L. Facet, een van de organisatoren van de Dutch Open Hackathon. Wat is die Dutch Open Hackathon? De Dutch Open Hackathon is een evenement waarbij we 30 uur lang met een paar honderd developers apps gaan maken op basis van data van een aantal grote Nederlandse bedrijven. Ja. Ze zijn inmiddels al een, wat is het, een uurtje of 24? Ze hebben nog 2 uur te gaan, ja. Ze zijn 28 uur bezig inmiddels. Hoe gaat het? Ja, goed. We hadden, we zijn gisterenochtend begonnen met een presentatie eerst van een van de oprichters van TomTom. Daarna is men aan de slag gegaan. En eigenlijk de hele avond door. Ze hebben tussendoor gegeten en geluncht. En s'avonds konden nog een aantal gaan lasergamen. En er staan overal tafeltennistafels en voetbalspelletjes. Maar er zijn een aantal die echt wel flink de nacht hebben doorgetrokken. Ja, want er staan ook bedjes, zag ik, hè? Ja, Schiphol heeft bedjes geleverd en KLM dekens en toiletspullen uit de vliegtuigen. Dus dat is allemaal geregeld. Maar eigenlijk de meeste zijn blijven slapen. Oké. Okay. Ja. Is er een grote groep die er niet aan slaap is toegekomen? Er zijn altijd van die diehards die gewoon nog, die ook echt op de laatste minuut nog dingen aan het tweaken zijn. Ja. We gaan om 12 uur gaan ze een app presenteren voor een aantal subjuries. Want met zo'n groot aantal teams kan je dat niet met één jury doen. Nee. Dus we hebben een aantal subjuries. Daar komen de mensen uit voor de grote finale. Dat zijn de 10 die dan op een hoofdpodium nogmaals gaan presenteren voor de grote jury. Ja. Hey, heb je leuke dingen gezien? Ja, er zijn wel. Dat is heel grappig. Op Twitter zie je ook dat een aantal mensen bezig zijn om zoveel mogelijk verschillende datasets van de verschillende bedrijven te combineren. Ja. En dat is nogal een puzzel. We hebben datasets van en API's van TomTom, van Albert Heijn, van Transavia, van Schiphol. Nou, is het heel logisch om Transavia en Schiphol bij elkaar te nemen. Maar hoe ga je TomTom en Bol.com combineren? En dat is wel super interessant. Ja. Want het is wel, de jury kijkt naar allerlei dingen. Maar als mensen meer API's combineren, dan scoren ze beter. Ja, dus een van de vinkjes is het aantal combinaties die gemaakt worden. Er wordt ook gekeken naar de backend van wat voor techniek zit erachter. Hoe vernuftig en vernieuwend is het? Er wordt gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid. Tovert zo'n app een glimlach op een gebruikersgezicht. En ze kijken naar de business potentieel, zeg maar. Ja. Hey, jullie organiseren vaker hackathons. Veel wat je doet is overheid gelieerd, zeg maar. Hoe verschilt deze hackathon van dat soort hackathons? Bij de eerdere hackathons hadden wij ook bijvoorbeeld workshops met beleidsmakers. Om nogmaals te benadrukken wat de waarde is van het delen van data. En bij de overheid is het eigenlijk, heb je meer een recht als burger. Ja. Omdat het is informatie die verzameld is voor publieke doelen met publieke middelen. En eigenlijk kan je dan heel makkelijk zeggen, die data is van ons. En daar hebben we vaak ook datahouders, ambtenaren die dan heel trots vertellen over een dataset. Ja. En hopen maar dat mensen daarmee aan de slag gaan. Het verschil hier is dat we eigenlijk helemaal geen workshops hebben gedaan. We hebben wel API-experts en data-experts van de bedrijven. Die waren gisteren de hele dag aanwezig om teams te helpen als ze vragen hadden over de datasets of over hoe de API's werken. Om de teams ook in staat te stellen zo optimaal mogelijk gebruik te maken van hun tijd. Dat ze, als ze vragen hebben, dat ze daar niet op hoefden te wachten, maar meteen geholpen konden worden. Ja, dus je zegt eigenlijk bij die overheid, dan zeggen we eigenlijk meer van het is een recht dat we opeisen, als het ware. En hier is het eigenlijk meer evangeliseren door te zien, kijk eens, je bent gek als je dit niet doet, want het levert mooie dingen op. Ja, we hebben natuurlijk de developers community Hack de Overheid. Dat is bijna een soort geuzennaam. Ja. En bij die hackathons is het ook een soort claim die gemaakt wordt. Die data is van ons en wij gaan er hele mooie dingen mee maken. En het verschil hier is dat er heel veel wordt samen. Het is eigenlijk veel meer co-creatie. Want die bedrijven die vinden het natuurlijk prachtig als er mooie dingen met hun spullen wordt gedaan. Maar die API-experts, en dat zie je ook wel bij de overheid, die zijn super trots op hun producten. Dus die zijn super trots op op de datastroom. Bijvoorbeeld, er is één dataset die een combinatie is van TomTom en Schiphol.
Dus in de bussen die van de parkeerterreinen op Schiphol naar de aankomsthal rijden, zitten TomTom devices. En die data is dit weekend, wordt real-time geleverd. Nou, dat is een samenwerking al tussen Schiphol en TomTom. Ja, als daar hele gave dingen uitkomen, dan is dat hartstikke mooi. Ja, hey, als je, ik ben geen programmeur, maar ik probeer me dat voor te stellen, die API's. En ik probeer me zo voor te stellen dat je daar standaarden voor nodig hebt, afspraken, hoe dingen, hoe je dingen vastlegt, hoe dingen met elkaar praten, zodat je het over hetzelfde hebt. Hoe ontwikkeld is dat? Nou, je ziet bij een aantal grote diensten, met name ook bij de overheid, dat er veel meer gestandaardiseerd wordt, omdat de afname heel groot is. Hè. Denk maar aan bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Wegverkeer, dus de wegendata of verkeersdata, dat is wel vrij gestandaardiseerd. Ook zie je dat geodata goed gestandaardiseerd is, ook internationaal, omdat er heel veel internationaal gebruik van wordt gemaakt. Bij bedrijven is dat wat lastiger, maar wat wij hebben gedaan, en hebben we bij eerdere hackathons ook gedaan, en dat bewijst elke keer weer zijn waarde, is dat wij al in een heel vroeg stadium datablogs produceren over de datasets. Met voorbeelden, wat je ermee kan doen, maar ook met hoe maak je een call naar zo'n API, wat voor data zit erin, hoe is die opgebouwd. Met heel veel documentatie erbij, zodat ze als op de dag dat ze gaan beginnen met programmeren, dat ze niet ellenlange documentatie hoeven te lezen. Ja. Wij lezen die ellenlange documentatie, maar maken daar blogs van, zodat het heel makkelijk, heel snel behapbaar is en de drempel om die data te gebruiken veel lager is dan normaal gesproken. Ja, en is het waarschijnlijk ook wel nodig om een handje op om zijn handje te helpen, een beetje weg te helpen, want bijvoorbeeld, hoe heet het bedrijf? USG Professionals, meen ik. Ja. Dat is net weer een bedrijf wat, vliegtuigen kunnen we ons meteen wat bij voorstellen. Hier weet je niet meteen wat het bedrijf doet en wat voor informatie ze hebben. Dus dan helpt het als die API-experts of die data-experts of wat dan ook. Ja. Even een rondje. Bij USG, die hebben historische factures. Dat is ook wel interessant. Dat ze zowel actuele open vacatures hebben, maar ook historisch tot 2006. Dat zijn 400.000 vacatures die al gevuld zijn. Ja. En ja, dat is super interessante data om eens te kijken van, goh, hoe is de beweging nou in de arbeidsmarkt de afgelopen zoveel jaar? Ja, is er al één voorbeeld dat jij kan noemen waarvan je zegt, nou, daar ben ik enthousiast over? Of heb je daarvan echt net jij loopt natuurlijk de hele dag als de kip zonder kopje rond. Ja, nou, we krijgen ook heel veel vragen van, denken jullie dat dit werkt? Denken jullie dat dit werkt? Ja, dat het kans maakt, ja. Nou, ik heb een voorbeeld gehoord, en ik weet niet of ze daarmee verder zijn gegaan, is op Schiphol heb je kofferdata. Dus op het moment dat een vliegtuig landt, gaan die koffers door een heel logistiek proces binnen Schiphol. En op heel veel punten in dat proces wordt data gemeten. Dus je kan eigenlijk de route van je koffer zien en dus ook meten hoe lang je koffer erover doet voordat die bij de bagageband is. Je hebt het zelf wel eens gemerkt als je aankomt op Schiphol. Ja. Moet je een stuk lopen. Ja. En dan weet je eigenlijk niet of je koffer op het moment dat je bij die band staat er gelijk uitkomt. Of dat je nog even tijd hebt om koffie te drinken. Ja. Of misschien wat aankopen te doen. En één team die was bezig met om te kijken van, hoe kan je die tijd nou tussen het aankomen en de tijdstip dat je weet dat die koffer aankomt, optimaal benutten. Ofwel door je vakantie te verlengen. Bijvoorbeeld, je bent dan in Spanje op vakantie geweest en je kan meteen al een boek over Spanje bestellen via bol.com. Of een recept uit van Albert Heijn staat klaar en dat je eigen product al thuis bestelt, zodat je als je thuis komt nog een Spaans gerecht kan eten. Ja. Zodat je vakantie verlengd wordt. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan, misschien moet ik het combineren met NS-data. Zodat op het moment dat ik weet hoe laat mijn koffer er is, kan ik ook inschatten hoe laat ik uit het vliegveld ben richting het station. En dan kan ik eigenlijk al projecteren hoe laat ik thuis ben. Ja, super, heel leuk. Nou, benieuwd waar alle teams mee komen vandaag. Jij bedankt voor je update en tot later. Oké, dankjewel. Bye.